Hallo, collega. Ja, dankjewel. Dat is altijd zo leuk. Ben je al blij collega zeg? Daar bedank je al voor. Ja, heel sympathiek van je. Ja, maar zo kennen we je ook, een sympathieke man. Dank je. Niet waar? Ik weet nooit, even zo staan. Ja. Ik weet nooit of ik jou serieus moet nemen sinds je de Tandenborstelshow doet. Ja, dat is een gek programma natuurlijk. En nou een never. Ja. Maar de Tandenborstelshow komt terug, hè? Ja, we hebben volgende week woensdag onze laatste uitzending van Now and Never. Ja. En dan 1 april. Ja, ja, dat is jammer. Nou, blij dat je het jammer vindt. Ja. En 1 april beginnen we met een nieuwe korte serie van Vergeet je tandenborstel niet. Leuk. En dat belooft leuk te worden, ja. Daar doen we ons best voor. Hey, Milijs, jij gaat iets speciaals doen. En ik ga straks aan je vragen waarom je zoveel mensen hebt meegenomen en wie dat zijn. Ja. Maar je doet het voor Groningen. Dat bevreemdt me. Wat heb jij met Groningen? Kijk, Jacques Boter, dat is een... Ja, dat zou een reden kunnen zijn, maar dat is niet zo. Ik heb iets met elke provincie wel. Maar ik ben voor Veronica Goes enkele maanden geleden in Groningen geweest. Ik ken de provincie niet zo goed. Ik heb wel Texas van je gezien toen. Dus dat is een stukje verder weg. Ja, dat wel. Maar we zijn dus dicht bij huis gebleven. En het is een hele mooie landelijke provincie... waar ook op natuurgebied nog wel wat aan kan worden gedaan... om dat landschap in ieder geval zo in stand te houden. Heb je ook de Goudkust gezien van Groningen? Waar Jacques woont? Heb ik niet gezien. Nee, heb ik niet gezien, helaas. Dat zit wel goed in elkaar en de rest kan nog wel wat hulp gebruiken. Maar laten we dat even vertellen door... dan laten we Carolien daar even vragen. Ja, die weet ook veel. Carolien, dankjewel. Groningen. Sinds Jacques woont wil zij de boel daar vernatten. Vernatten, ik heb het gehoord. Ja. Ken je het werkwoord? Nee, ik ken wel het echte woord, vloedmoerassen. Vloedmoerassen? Vloedmoerassen, dat zijn het namelijk. Fijn. Ja. Ik heb iemand in het winkeltje die er echt verstand van heeft. Ja, dat is fijn. Ik ben een enorme natuurliefhebber. Dat weet ik. Ja. Ja, dat weet ik. Je hebt een mooie vrouw ook. Ja, inderdaad. Jij moet even het linkje maken. Hij is gelegd. Je moet even gaan vertellen, denk ik, met wie je straks allemaal op gaat treden. Maar nog niet zeggen wat je gaat doen. Nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, het leuke is, we hebben vanavond... het is heel moeilijk voor mij wat ik ga doen. En er is zeer goede concurrentie. En ik heb bedacht, ik heb hulp nodig. Ja. En al mijn collega's met wie ik dagelijks in televisieland werk... vormen straks de band van diegene, wat ik nu nog niet ga zeggen, die ik ga doen. Dus de regisseur is erbij? De regisseur zit erbij, eindredacteur... Alle redacteuren, productieleider... Mensen die normaal gesproken alleen maar achter de schermen werken. Precies, zitten nu straks op het scherm. Maar laat u niet verrassen, want er zitten een aantal mannen... die zijn eigenlijk vrouwen. En niet meer maar ook vrouwen die eigenlijk... Nou, er zijn wat vrouwelijke mannen bij, maar dat is wat anders. Ja, het wordt een hele bijzondere avond. Het is erg integer. Hoe heet het liedje wat je gaat doen? Het liedje heet... ik ben het ook vergeten. Dames en heren, welkom terug vanuit de reclame. Een collega van me in de winkel heeft voor de reclame verteld... dat hij op gaat treden met een regisseur en met zijn team... en met zijn mensen die eigenlijk normaal gesproken achter de schermen werken. Maar wat ga je precies doen? Nou, ik herinner mij ook de titel weer. Het is het liedje Wonderwall. Wonderwall. En dat wordt gezongen door Mike Flowerpops. Mike Flowerpops. Ja, en er zijn er misschien mensen die dat niet kennen. Het is een oorspronkelijk nummer van Oasis. Het speelt zich af in de 60er jaren. Ja. Het is eigenlijk gecoverd een keertje. Ja. Door een heel gek bandje. Ja, en jij speelt dat gekke bandje? Ik ben die ene man in dat gekke bandje. Ja, precies. Het gekke bandje zijn de collega's. Ik ben Mike Flowerpops. Jij bent Mike Flowerpops. In de 60er jaren outfit. Ja, helemaal een beetje... Leuk. Vreemd typeje. Vreemd typeje? Ja. Wat heb je aan als vreemd typeje? Nou, iets wat typisch is voor de 60er jaren. Dus dat zijn een beetje die fluweelachtige jasjes. Ja. En iets wat jij misschien nog in de oude kast hebt hangen. Is dit misschien wat, zo? Ja. Dit ziet er heel lullig uit. Ja. Dat zou ik met mij in de kast kunnen hangen. Met een witte das erbij. Witte das, helemaal dat fout. Dat is het, ja. Hey, nou, dus we gaan van je genieten. Ik denk dat het een heel speciaal gezicht is, een idee is. En het is zo leuk dat je collega's allemaal hebt meegenomen. Dames en heren, Rolf Wouters, Mike Flowerpops. Succes! Sure, you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you.
And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead you there are winding. And all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. Opstaan, ja, dat is dood. Fantastisch, hè? En live gezongen, hè? Live gezongen, ja, 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 ja. Dag meneer John, wat leuk dat u ook meedeed. Vind je het leuk? Hij zegt dat hij het leuk vindt dat u ook meedeed. Natuurlijk, meneer Hout, weet u in. Goed. Het Cilia. Het Cilia zit in de broekje plassen, hè? Ik kan het niet laten om het niet te zeggen, maar u bent zo lelijk. Sorry. Nee. Maar het is... Ja. Maar het is goed. Heel bedenkelijk dat jij zou zeggen lachen, John. Ja, precies. Met John. Ik heb hier niet wat gekeken. Cilia, heb je hem al gezien? Godverdamme. Nee, maar echt helemaal te gek. Helemaal te gek. Ik zou alleen niet met jou naar een discotheek. Nee, je wordt geweigerd bij de deur. Het wordt niks met het Songfestival. Nou, ja, ja, ja. Een man die ook overal in elke discotheek geweigerd wordt is Jacques D'Ancona. Dus die weet dat voor zijn vraag. Nee. Nou, ik moet je dus wel dit zeggen. Dat jij daar voor Groningen staat. Voor mijn stoere provincie. Ja, ja, ja. Dat jij daar tevoorschijn komt als een gigantische kleerkast. Zo enorm stevig. Zo sterk. Met zo'n perfecte playback. Als een bulldozer binnenkomt. Als ik dit allemaal mee mag maken, dan zeg ik Rolf, jongen. Ik val op je. Linkersoep. Ja, ja, ja. Als die beker komt, vinden we het goed. Als die beker komt, nou, dat weten we nog niet. Er komen nog een aantal. Maar weet je, ze doen ook die records. Hè? Martijn is ermee bezig met die records. Ja. Ook voor het goede doel. Ja. Gaan we nu even kijken. En hij is in Groningen. And all the roads that lead us there are winding. And all the lights that light the way are blinding. Van alle mensen die zo verschrikkelijk hard hebben gewerkt vanavond om dit fantastische programma te maken. Dank jullie daarvoor. En Nederland, Natuurland ook natuurlijk bedankt. Want zij met elkaar moeten ervoor zorgen dat het zo blijft.
Voordat Jacques d'Ancona naar voren gaat met de grote glimmende beker, wil ik graag Cor Bakker dankzeggen voor zijn komst. En succes morgenavond. Dankjewel. Leuk dat je erbij was. Graag gedaan. Atsilia. Nou, jij natuurlijk ontzettend veel succes in Birmingham. Heel veel. Van ons allemaal heel veel succes. Hè? Ik hoop dat je zeer hoog eindigt voor ons. En ik wil graag Jacques d'Ancona vragen om met de glimmende beker naar voren te komen. Dat is ja. Jacques d'Ancona. Ja, het is handig als je zo dichtbij me staat. Ja, het is goed. Jacques, deze mensen hebben zich allemaal ontzettend uitgesloofd voor Nederland Natuurland. En met resultaat, maar ik wil één ding wel zeggen. Waarom? We hebben als jury, en Cor en Atsilia hebben dat heel erg nadrukkelijk gezegd, heel veel waardering voor het kapwerk, de schmink, de kostuums, het decor, de techniek, de kleding. Het was meer dan geweldig. Plus de energie van alle mensen. Helemaal top. Goed gedaan. En uiteindelijk, het is net als bij de mini-playback show, je weet het, Annie, al jaren. Ja. Er kan er maar één de beste zijn. Eentje. Dan nu, de meest perfecte, de meest ingestudeerde act. Was die van Janet Jackson, oftewel Katja Schuurman. Hier is het om te doen, hoor. Hier is het om te doen. Ook nog een beetje. Nou, dankjewel, Jacques. Dames en heren, het was het dan. Nederland, Natuurland. U weet het, we hebben ons allemaal uitgesloofd. Namens de Postcode Loterij ontzettend bedankt. Atsilia, ik wil je nog een keer succes wensen, want je weet, want we beginnen weer met de Soundlink Show. En als er mensen mee willen doen, kan dat postbus 3200 1430 AD in Aalsmeer. Stuur dan je bandje op en alles wat je gaat doen. Want we gaan weer een hele nieuwe reeks maken. Want jij bent eigenlijk op dit moment toch wel ons visitekaartje voor de Soundlink Show. Succes. Nogmaals dank voor het kijken. Volgende week zijn we weer met een nieuwe sterren playback show voor de Nationale Postcode Loterij. Daar gaan we. Thank you for the music, the song.